Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden en opklaringen. Vanaf de Noordzee gaat de bewolking verder toenemen. En dat betekent dat er veel wolken vandaag zijn, af en toe ook wat zon en er gaan buien vallen. Vanochtend is dat meestal regen, kleine kans al op natte sneeuw, hagel of onweer. Maar vanmiddag en vanavond nemen die kansen toe. Vaker dus winterse buien en ook vaker onweer. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 6 à 7 graden. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is aan zee af en toe krachtig, windkracht 6. Ook vanavond is nog winterse buien met kans op onweer. De temperatuur daalt dan naar een graad of 3 à 4. In de nacht wordt het dan geleidelijk droger. Morgen overdag hebben we ander weer. Het is grotendeels droog, vooral in de ochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt de bewolking toe en langs de zuidgrens kan er dan wat regen of natte sneeuw vallen. Maar de hoeveelheden zijn klein. Het wordt zo'n 4 tot 7 graden. Woensdag is het overal weer bewolkt en gaat het vanuit het westen licht regenen, met in het oosten misschien eerst even natte sneeuw. Het is kil, 3 tot 6 graden. Donderdag en vrijdag vallen er ook buien. Ook dan is er af en toe kans op wat natte sneeuw, meestal is het regen en het is 4 tot 7 graden.